kijken naar kunststoffen en een selectie daarvan, de polymeren. Niet alle polymeren zijn kunststoffen, maar de meeste kunststoffen zijn wel altijd polymeren. Poly staat natuurlijk voor veel en polymeren zijn opgebouwd uit monomeren. Daar gaan we zo naar kijken. We gaan kunststoffen of polymeren gaan maken via twee verschillende reacties. Die kennen we allebei al van voorgaande hoofdstukken. Ja, we gaan nu kijken naar de additiereactie. En het is een bijzondere additiereactie, namelijk de additiepolymerisatie. Dat is wel een mooi woord voor galgje, additiepolymerisatie. En daarin gaan we polyethene maken. Ja, poly, veel, ethene. Ja, ethene ken je, dubbelgebonden koolstofatomen, twee daarvan. Ja, C2H2, er zit een dubbele binding in. En die gaan we aan elkaar knopen met behulp van een additiereactie. En wat wel bijzonder is, waar we straks tegenaan lopen, is dat polyethene, daar zien we helemaal geen dubbele bindingen meer in. Ja, veel gemaakte fout, dus daar komen we straks op terug. We hebben weer drie stappen, initiatie, propagatie, terminatie stappen. Initiatie hebben we een initiatormolecuul, die breken we zeg maar door midden. En dat levert twee radicalen op, ja, dat heb ik hier bijgeschreven. Die puntjes, radicalen, zijn natuurlijk ongebonden elektronen, die zitten niet in een paar. Ja. Die elektronen, die enkele elektronen, die zijn hoog radioactief, reactief, niet radioactief, reactief. Die willen dus heel graag reageren. Dat zien we dus hier, dat initiatormolecuul, dat breken we op, hebben we twee keer zo'n ongebonden elektron. En dat elektron dat grijpt aan op een ethene. Molecuul. En je ziet hier met die blauwe pijlen hoe die binding wordt opengebroken. Het ene elektron komt als radicaal aan het uiteinde van mijn ethene te zitten. Aan het begin heb ik dus het andere elektron dat bindt met dit radicaal. En dus heb ik mijn initiatormolecuul wat ik hier heb ik verlengd met twee koolstofatomen. Dan heb ik een propagatiestap. Die propagatie is dit radicaal. Wat reageert weer met ethene en dat wordt dan dus langer. En we hebben dus steeds dat radicaal, dat ongebonden elektron, wat wordt doorgegeven naar de buitenkant van het molecuul. En dit deel van het molecuul wordt dus extreem lang. En we kunnen hiermee spelen, we kunnen de lengte van die keten kunnen we bepalen. Naar aanleiding, hè, die kunnen we bepalen door er meer of minder van dit initiatormolecuul in te doen. Als we er meer van in doen, dan hebben we dus meer van dit soort radicalen die er ontstaan, hebben we meer van dat ten opzichte van dat ethene. En dan hebben we kortere koolstofketens. Hebben we maar heel weinig van het initiatormolecuul, dan hebben we dus relatief weinig van die radicalen. Die binden de hele tijd met dat ethene en dan wordt ons koolstofatoom of koolstofketen wordt steeds langer en langer, krijg je hele lange ketens. De lengte van deze keten, ja, die bepaalt hoe die stof er straks uitziet. Als straks aan het eind in die terminatiestap twee radicalen elkaar tegenkomen, ja, dan krijg je dus een hele lange koolstofketen met aan de uiteinde, ja, in dit geval, dat halve initiatormolecuul. Nou, omdat dit heel erg lang is, heel erg groot, ja, er kunnen wel miljoenen C-atomen lang zijn, speelt dat initiatormolecuul helemaal geen rol meer en wordt dus de eigenschap van die stof wordt puur bepaald door wat er hier in het midden te zien is. Daarom polyethene, ja, dat het ethene-gedeelte, dat geeft daadwerkelijk de eigenschap van die stof weer. En wat er dan als initiator aan het uiteinde zit, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Maar we zien dus, dat zie je hier gebeuren, dat die dubbele binding van ethene is er dus niet meer in te zien. Dus als we dat even samenvatten, dan zien we dat het polymeer polyethene, ja, dat het bestaat uit monomeren. Die monomeren zijn ethene-moleculen, maar de monomeer-eenheden, die tekenen we op deze manier. Dat zijn de twee C-atomen die je met een enkele binding aan elkaar vastzitten. Je ziet die vierkante haken eromheen en je ziet die golfjes aan weerszijden. Dat betekent het molecuul gaat daar verder, maar dat hoef ik allemaal niet te tekenen. Die vierkante haken en daaronder de N van het aantal monomeereenheden dat polymeer groot is. Ja? Dus geen dubbele binding in polyethene. Dat is erg belangrijk dat je dat realiseert. Daar worden veel fouten in gemaakt.
Wat gaan we nu doen? Ik heb hier een voorbeeld. We gaan polystyreen tekenen. Ja, dat polystyreen, dat ken je misschien wel. Dat is dat witte piepschuim. Dat als je daar mee speelt, dan valt het uit een en ander van die kleine balletjes. Dat is polystyreen. Styreen is een triviale naam voor fenyl-etheen. Dus eigenlijk is dit polyfenyl-etheen. We gaan dit tekenen. Volgen een paar stappen die ik heb opgeschreven. Teken die C-dubbelgebonden C, teken die centraal. Zorg dat die zijgroepen naar boven of naar onderen hangen. Ja? Dan teken je dus fenyl-etheen. Door die reactie reageert die dubbele binding, dus die laat je wegreageren. En dan teken je die monomereenheid op dezelfde manier, ja, zoals ik dat getekend heb. Goed, zet hem even op pauze, ja, deze video. Dan laat ik je zo de oplossing zien. Succes! Oké, daar zijn we weer. Ja, we gingen polystyreen gingen we tekenen. Polyfenyl etheen was dat. Ik heb de monomeer getekend, dus ik heb vinyl etheen heb ik hier getekend. C dubbelgebonden C etheen. Vinyl is mijn zijgroep. Ja, dat is mijn benzeen. Dat maakt hier helemaal niks uit waar je dat benzeen tekent. Ja, hij staat altijd op plek nummer 1, of je hem nou hier beneden of hierboven tekent. Maar wat essentieel is, ja, zorg dat je die monomeer, dat je die zo tekent. Ja, die zijgroepen naar beneden of naar boven hangen. Ja, want deze C-dubbelgebonden C, die gaat reageren. Die gaat reageren met wat hier links en wat hier rechts komt. Namelijk meer van dit. Ja, en dit is mijn monomereenheid. En mijn monomereenheid, die teken ik dus met van die golfjes. Ik heb daar een N en dat benzeen. En die benzeengroep die zit dus hier. Of die zit ergens boven, dat maakt niet uit. Wil ik een groter stuk tekenen, ja, dan heb ik meerdere herhalingen van dit. Ja, heb ik meerdere herhalingen van wat er hier tussen die vierkante haken staat. Goed, dit is echt essentieel, dat je die C-dubbelgebonden C, dat je die centraal in jouw tekening hebt staan. Goed, ik hoop dat dit helpt. Ja? Laat wat comments zien. Als je vragen hebt, geen probleem, inhoudelijke vragen of suggesties. Wie weet wil je subscriben en hier zijn andere filmpjes die misschien nuttig voor je zijn. Heel veel succes!